Shit. Harry van Kampen, SP-raad zit hier in Raalte. Klopt. Jullie hebben hier een soort lege bulldozer neergezet met allemaal... Ja, het is eigenlijk een shovel die destijds munitiekist heb gereden. Maar voor vandaag doet hij symbolisch dienst als KWS-voertuig. Kan wat socialer. En waarom is dat? Omdat hier een grove misser is gemaakt met de rioleringaanbesteding, Europese aanbesteding, die vervolgens gegund is aan de duurste in plaats aan de voordeligste. En waar we nu vanavond over gaan praten, hoe dat allemaal is kunnen gebeuren en hoeveel dat heeft gekost bij elkaar. En hoeveel heeft dat gekost in jullie ogen? Ja, ik heb het aangevraagd bij de gemeente en toen zei die ambtenaar, wat moet je ermee? En dat vond ik al niet erg vriendelijk, maar ik denk, nou, toch maar vragen. Toen ben ik naar de gemeentesecretaris gegaan, omdat ik dat niet rechtstreeks bij die ambtenaar weg kon krijgen. En nu heb ik 5, nog wat. En er stond in de krant dat dat 6, nog wat was. Want ze waren de peiling van dat onderzoeksbureau wat de raad had ingehuurd even vergeten erbij te zetten. Maar dat is per slotverrekening ook debet aan die rioolsoap, zeg ik dan maar. KWS had het voor 6,1 miljoen. 6, ja, en er zit 1, nog wat miljoen en meer dan aan de hoge kant. Verschil tussen. En dat is natuurlijk wel een hele treurige zaak, want dat betalen al die mensen. Iedereen heeft hier betaald €3735 aan aansluitkosten. Terwijl tegelijkertijd in Oenen eraan werd gesloten voor €2200. Dus die hadden waarschijnlijk een betere aannemer die het voor een wat vriendelijkere prijs kon maken. We gaan het er vanavond over praten. Wij hebben wat nog verwacht een, je? Ja, het is hier altijd pappen en nat houden en de macht zit zo lekker op de zetel dat ze meestal blijven zitten. Maar als je er eerlijk naar kijkt, en het zou mijn portefeuille geweest zijn, dan zou ik denken van, ik hang mijn jas aan de kapstok en ik ga wat anders doen. Oké, en daar gaan jullie vanavond ook op aandringen dan? Wij hebben een motie liggen, die hebben wij van het voorjaar ingediend. En mijn idee is dat we die handhaven, maar daar moet ik natuurlijk even met mijn collega overleggen. Want gaande de avond kan er natuurlijk nog allerlei verrassingen uit de hoed getoverd worden. Wij hebben alle cijfers gevraagd, maar wellicht hebben we ze nog niet allemaal gehad. Waarom praten we er nu pas over? Ja, de gemeente die, als ik door het rode licht rijd, een agent houdt me aan en die zegt ik ben het rode licht gereden, dan zeg ik ja, wat kost dat? En dan betaal ik netjes. Maar hier gaan ze dan gewoon procederen op kosten van de gemeenschap. En ja, daar stoor ik me mateloos aan. Dan denk ik toch, als je toch een zeper hebt, nou zeg dan ik heb een zeper. Of sorry, en als het te erg is, dan ja, neem de consequentie. Uiteindelijk zijn die rechtszaken verloren, ook bij het Hof is verloren. En, klopt, en wij hebben al een motie ingediend om dat niet te gaan doen, in een hoger echelon te gaan procederen. Maar ook die werd van tafel geveegd door de mede-collega's. En wellicht zijn de mede-collega's van de andere fracties nu wakker geschoten. Maar ik heb er nog niet de goede hoop op. Hoeveel is er uiteindelijk geschikt met het bedrijf dat de aanbesteding had verloren? Termin? €350.000 uit mijn hoofd hebben zij gekregen. Maar al die advieskosten die erbij in zitten, je wordt er helemaal treurig van. Okay, we zullen die bedragen straks nog wel even de revue laten passeren binnen in dit gebouw. Paleis moet ik zeggen. Ja.